Gaan de Britten nog terugkrabbelen? Sinds Theresa May nieuwe Britse parlementsverkiezingen afkondigde, gonst die vraag in Remain-kringen. Zou er dan misschien toch geen Brexit meer komen? Het antwoord daarop is hoogstwaarschijnlijk... Nee. Dat zit zo. May heeft niet voor niets nu verkiezingen uitgeroepen. Ze gaat ervan uit dat het haar mandaat juist zal versterken. Haar conservatieve partij heeft nu namelijk maar een meerderheid van 17 zetels in het parlement. En die hoopt ze flink te kunnen vergroten. De peilingen zijn in haar voordeel. Bovendien wil May een harde Brexit. En ze hoopt binnen haar partij die lijn te verstevigen. Dat maakt het voor haar een stuk makkelijker om de Brexit-onderhandelingen te voeren. It's time to get on with leaving the European Union and building the independent, self-governing global Britain the British people have called for. Zelfs als de oppositie wint, is de kans niet groot dat de Brexit van tafel wordt geveegd. De Labour-partij staat inmiddels achter de Brexit. We willen hem hoogstens wat zachter maken. We must respect that result and Article 50 has to be invoked now so that we negotiate an exit from the European Union. De Liberal Democrats zijn de enigen die de Brexit opnieuw aan de kaak willen stellen. Maar de kans dat zij een meerderheid behalen is miniem. Liberal Democrats believe there should be a referendum at the end when the deal is decided. We want the people to decide and that means allowing them to vote to remain if they wish to. Okay. If they vote yes, then yes we go out of the European Union on that new deal. Puur juridisch gezien kunnen de Britten nog terugkrabbelen. Al is het maar de vraag of EU-leiders daar dan nog zo'n zin in hebben. Er is wel een heel grote electorale ommezwaai nodig om de Brexit nog terug te draaien.